bruisende motoren en lekker scheuren. Dat was de ELE Rally 2023. De klassementsproeven werden vrijdag gehouden in Asten en Lierop. Daarna werd er gereden in Winterver-Oerle, Spoordonk en Sint-Oedenrode. Er wordt ook nog geraced op een defensie-oefenterrein zonder publiek. Met verschillen van slechts enkele seconden tussen de topteams gingen zaterdagavond alle remmen los op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. En dit zijn de winnaars. Bob de Jong en Erik de Wild hebben deze 58e editie op hun naam gezet met een eindmarge van 16,7 seconden.